Ik bepaal wanneer ik reageer op je WhatsApp. Snap je wat ik bedoel? Ik bepaal. Kijk, als ik het heb gelezen en ik reageer niet, is het wat anders. Snap je? Nee, maar ook als je het hebt gelezen. Het kan toch zijn dat je het hebt gelezen. En geen zin hebt om op dat, moment te reageren. Ja. Je bent wel online, maar je reageert. Oh mijn god, die zin heeft relaties opgefokt. Je bent wel online, maar je reageert niet. WhatsApp is de duivel, grap. Ik zeg het je wel, het fuck de hele leven. Eerlijk, dat ben ik met je eens. Welkom. In Deventer heeft rapper Michael problemen met de grote hoeveelheid katten van zijn buurvrouw, Anna Corina. De dieren betekenen alles voor haar. Ik vind het ook heel moeilijk om ze weg te doen. Waarom? Omdat het mijn kindjes zijn. Willem is longpatiënt en wordt gek van de stank van onder andere poepluiers in de vuilnisbak voor zijn huis. Maar kunt u tot dit tijd beloven dat u geen Pampers erin meer ingooit? En de buurvrouw van Anita vindt het nodig om haar sigarettenpeuken gewoon maar op de stoep te gooien. Maar ze is wel heel erg aanvallend bezig. Ah, dit vind ik echt... Wat doe je als je een probleem hebt? Nou, dan schakel je deze twee helden in. Voor hen is geen probleem te groot. Maurits en Mimoen vragen om problemen. Wat is jouw probleem? Wiggle, wiggle. Wat je probleem ook is, deze twee vrolijke wereldwonderen lossen het op. Zo blij dat je niks met muziek doet? Druk play. Ik heb een probleem met de katten hier. En ze liepen ook overal, en ze poepen ook overal, en plassen ook overal. Huh? En ja, ik hoop dat dat probleem nu gewoon opgelost kan worden. De katten zijn van een buurvrouw van mij een paar huizen verderop. En ja, ik weet dat ze daar vandaan komen. Als ze de kans krijgen om films uit te trekken, dan doen ze het. En, het zijn gewoon gangsterkatten, man. Noem maar op. Dit is wel de eerste rapper ever die bang is voor poezen. Hij heeft chihuahuas. Bestaan er geen rappers met chihuahuas? Die jongen heeft chihuahuas. Oh god. Hij is de rapper. Hij zal juist degene zijn voor wie de katten bang moeten zijn. Nee, maar niet al rappers are cool gangster rappers. Kijk, mijn neef heeft me geleerd, Mau. Je bent een ster. Snap je? Welke neef? Je bent niet meer van de straat, maar... Laat niemand aan je ster zitten. Hele foute zin. Maurits? Dus voordat je ster was, mocht dat wel aan je ster. Laat niemand aan je ster zitten. Oké. Onze sterren zijn dus op weg naar Deventer. Want daar woont Chihuahua-rapper Michael. Ik heb het donkerbruin vermoeden dat we hier moeten zijn. Donkerbruin? Hm? Oh jongens, niet weer. Zulke slechte grap maak ik het geloof. Jawel. Jij bent rapper, maar ik ben rapper. Kijk, die vond ik ook leuk. Yo, Michael! Ik haat jou! Yo, Michael! Maurits, samen? Als jij de beat een beetje constant kan houden... Oké. Hé, ik wil het eigenlijk... Oké, kom op. Je wil het hebben, dan krijg je het. Oh, meisje, niet bang zijn. Het is toch goed als jullie rappen? Niemand rappen. Nee, het is echt goed volk. Deze man kan een beetje slecht beatboxen. Maar als ik beatbox, weet ik dat ik niet kan fokken. Ja, je kent de naam. Michael zijn ballers, want ik kom eraan. Leven daarna. Ja, dat is lachen. Schrijf de teksten op. Dit wordt een hit. Oké, is goed, Mimoen. Kunnen we nou gewoon netjes kennis maken en naar binnen gaan bij hem? Oh, ik was helemaal vergeten voor wat we waren gekomen. Michael, kunnen wij naar binnen? Tuurlijk, kom binnen. Jij hebt een probleem en daarom zijn we hier. Ja, man, ik heb een probleem. Wat is jouw probleem? Er woont hier een vrouw. Die heeft ontiegelijk veel katten. Hoeveel? Een stuk of 12. In zo'n huis als dit? Ja, in zo'n huis als dit. Het is gewoon niet meer, fijn. Als ik mijn deur of mijn ramen loslaat, die katten die gaan gewoon via het raam naar binnen. En die moest ik er toen uitjagen. Maar ja, die katten van haar zijn best nog wel vals, weet je. En ik ben een paar keer bij die vrouw naar de deur geweest, maar nooit geen gehoor. Ik kwam niet aan de deur, niks. Ik heb een nieuwe naam voor je, man. Oh jee. Zeg het. En pussy. Kunnen we even in je tuin kijken? Tuurlijk, man. Hey, pst, Mimoen. Hond! Wegwijs of ik haal de katten. Nou, hondje. Het probleem is gewoon, ik hoop gewoon dat die katten gewoon bij haar thuis blijven. En niet hier op mijn schuttings gaan lopen en op mijn dak gaan staan en mijn vuilniszakken. Dan kom ik 's morgens hier in de tuin en dan is gewoon mijn hele tuin zat gewoon helemaal onder troep en oude etensresten. En het was gewoon echt vies. Hier pissen ze het. Ja, hier
dit is gewoon een poepbak, lijkt het wel, weet je. Soms zitten die katten ook gewoon aan een dunne poep en dan ligt dat gewoon hier, weet je. Dat is gewoon duidelijk weer kattenpoep. Dus niet deze hiernaast, niet die daarnaast, maar die de andere daarnaast. Dus ze komen van zover? Ja, als die katten hier in de tuin komen, durven mijn honden niet meer naar buiten. Omdat die katten gewoon ook honden aanvallen. Ik woon hier zelf ook nog pas. Ik wil alweer gaan verhuizen, dat sowieso. Om die katten? Ik stoom me er gewoon nu echt erg gegaan. Heb je haar ooit wel eens gesproken? Ik heb haar nooit gesproken, ik heb haar één keer gezien. Ik denk dat we van jou genoeg weten. We gaan even een beetje op onderzoek hier in de buurt uit en dan komen we straks bij haar terug. Ik denk dat we even de buurman moeten ondervragen nu. Kijken of die katten echt een plaag zijn. Hey. Hallo. Hey. Hallo, Maurits. Wesley. En ik ben Mimoen. Wesley. Mogen we even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom maar. Heb jij ook last van de katten van de buurvrouw? Niet zo erg als hun. Dat komt denk ik omdat ik zelf twee katten heb. Denk je dat Michael de enige is die last heeft van de katten van de buurvrouw of zijn er nog meer mensen? Nee, er zijn er genoeg. Michael heeft nog nooit met haar gesproken. Hij heeft bij haar aangebeld en er doet niemand open. Ja, dat komt omdat zij overdag slaapt, zij altijd, en zij leeft in de nacht. Maar katten zijn eigenlijk haar kinderen. Denk je dat ze ons te woord gaat staan? Rond deze tijd komt ze meestal haar bed uit. Als slaapt ze, die luide stem van mij, dan krijg haar wel wakker. Bedankt voor je tijd, hè. Zullen wij nu even bij haar gaan aanbellen? Ja. Maar we moeten wel oppassen, want hij heeft gezegd dat ze bij hem niet open doet. Gaan de kat uit de boom kijken eerst, yes? Kom. Ja, tja. Maurits, Paul, auw. Luister, we moeten heel chill het gesprek ingaan, ja? Goedemiddag, mevrouw. Laat mij praten. De bel doet het niet. Wel. De bel doet het wel. Met Maurits van TV. En Mimoen. En Mimoen. Ja. Hallo. Weet je hoeveel katten bakken? Kijk, en ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katten bakken. Je liegt. Ik zweer het, kijk. Oh, ze komt eraan, eraan. Mogen we even met u praten? Hallo, mevrouw. Hoi, Maurits. Oh, nee. Geef niet, maak je niet druk. Hoi, het kost geen geld. Ze gaat gewoon weg. Wacht even, ik ben heel aardig. Hallo. Hoi, Maurits. En ik ben Mimoen. Oh. We hebben van uw buurman een klacht gehad dat hij heel erg bang is voor uw katten. Ach nee. Geloof je dat het waar kan zijn dat uw katten bij hem in de tuin komen? Mm. Oké, en daar ook poepen en plassen? Snapt u dat hij dat een beetje vervelend kan vinden? Wat Michael heel graag zou willen is een gesprek met u. Staat u daarvoor open? Mag ik hem even halen? Ik ga hem even halen, Maurits. Wacht jij even hier. Ja, wij wachten. Gezellig. Ah, dit is uw buurman. Hey. Geef elkaar netjes een hand. Ben je bang voor mijn katten? Ja, nou, ik ben heel erg allergisch voor katten. En mijn hondjes die durven gewoon haast niet meer naar buiten, omdat uw katten, een van mijn honden, heb ik proberen aan te vallen. Ze poepen ook in mijn tuin en ze plassen ook in mijn tuin. En ik heb een klein kindje nu, dus als wij zeg maar een raam los hebben, dan komen ze ook binnen. Ja, dat is niet zo leuk. Nee. Nee. En wat kunnen we daaraan doen? Ja, wat zouden we daaraan kunnen doen? Ja, want... Hoeveel katten heeft u in totaal? 10. Mogen wij de kat even zien, mevrouw? Mogen wij even mee naar binnen voor de katten zien, alsjeblieft? Kom. Nou, ze hebben in ieder geval te eten. Ik ben best wel geschrokken, mevrouw. Als ik heel eerlijk moet zijn, ik ben hier gekomen omdat ik dacht dat het een katprobleem is. Maar als ik zo al het eten zo op de grond zie, dan denk ik dat er iets anders aan de hand is. Want u bent ook gewoon op klaarlichte dag bent u nog aan het slapen. Mag ik naast u komen zitten? U kan toch niet in uw eentje voor al die katten zorgen, mevrouw? Nee, ik heb daar ook wel een probleem mee. Ga. Maar ik vind het ook heel moeilijk om ze weg te doen. Waarom? Omdat het mijn kindjes zijn. Maar voor je kindjes wil je toch zorgen, daar wil je toch het beste voor. En als ik zo om me heen kijk, dan is dit niet goed voor u, niet goed voor het hondje en helemaal niet goed voor de katten. Wat ik heel belangrijk vind, is dat u snapt dat er een probleem is. U erkent dat ook. Er zijn eigenlijk te veel katten. Ik kan er niet voor in mijn eentje voor zorgen. Mijn buurman heeft er ook problemen mee. Ik wist gewoon geen raad meer. En deze mensen zijn gekomen om te helpen. Gaat het? Want ik kijk zo naar mevrouw en ik vind het best wel erg. Nou, ik leef 's nachts, of ik heb al een jaar of 10 mijn ritme omgedraaid. Heeft u wel eens gewerkt? Ik heb altijd gewerkt, tot een aantal jaar geleden terug. Wat is er toen gebeurd? Ik kan niet op tijd komen. Waarom niet? Omdat ik heel slecht tijdsbesef heb.
En voor mij is 10 minuten is een half uur, zeg maar. Wil je even naar buiten? Wil je even naar buiten? Even, sorry. Ga maar even naar buiten. Wij gaan even met. We komen zo wel even bij je langs. Oké. Okay. Yes? Bent u wel klaar om hulp te ontvangen, mevrouw? Van ons, om te beginnen van ons. Ja. Zeker. Mm-hmm. U staat ook open voor het feit dat we dan misschien contact opzoeken met de boerderij om een paar katten af te staan of waar dan ook? Daar moet ik nog even over nadenken. Ik stel nog voor dat u gaat nadenken over hoeveel katten u weg zou willen doen. En dan gaan wij even een plan van aanpak maken hoe we u het beste kunnen helpen. Ik ben echt even heel erg geschrokken. Ja, het is zielig. Ik ben ook echt geschrokken. Ik had dit niet zo verwacht. Ik vind het gewoon zielig. Dus ik ben gewoon ook bereid om haar te helpen. Ja. Als ze dat ook wil. Ja, Anna Corina heeft gewoon een flinke ommekeer nodig in haar leven. En wat gaan we doen aan het kattenoverschot? Dat zie je zo. Er zijn namelijk nog meer problemen. Veel ergere ook. Kijk maar. Ik had even kijken of je geen poep in je ogen. Ja, en door. Deventer. Goedemiddag, ik ben Willem Schil. Hi Willem. En ik heb een klein probleem hier in de straat. En dat is een vieze vuilnisbak voor mijn deur. Hegetzie. En iedereen die gooit daar viezigheid in. En vooral pampers. En van de zomer met warme weer gaat het vreselijk stinken. En dat geeft een hoop rotzooi. Oké, dus wacht even. Als je mag kiezen tussen luiers op straat of luiers in een vuilnisbak. Dan kies je of gewoon thuis weggooien. In plaats van in zo'n kleine bakje voor iemand te duwen. Geloof me, ik heb vieze poepluiers opgeruimd. Die wil je liever in een vuilnisbak. Let's go. Er zijn dus blijkbaar mensen die helemaal naar de vuilnisbak lopen om een poepluier te dumpen. Wat een lekkere buurt. Nou, wie kan er niet parkeren? Ik kan niet eens. Maar jij bent natuurlijk meneer Mimoen. Ik kan alles veel beter en cooler en beter dan jou. En ik kan inparkeren zonder spiegel. Nou, leuk. Gewoon ook hier echt overal troep op de grond, hè? Komt dat ook uit de vuilnisbak? Ik denk, omdat die vol is, wordt het maar gewoon lekker weggedumpt. Maar waar zie jij troep? Ik zie geen... Kijk, daar ligt de koffer. Oh jee, ik voel iets aankomen. Zeg het dan. Zeg het gewoon. Ja. Ja, doe maar. Volgens mij is hij onder de koffer. Goed, nou weer serieus. Het gaat om deze vuilnisbak bij Willem voor de deur. Willem is longpatiënt en heeft echt last van het huisvuilaroma. Gewoon vol met zand. Ja, man. Iemand heeft er gewoon zand in gedumpt. Het zou me niks verbazen als Willem dat zelf heeft gedaan. Nou, Mimoen. Ja, maar daarom kan ik misschien ook het als op een rotzooi hier voor de deur. We gaan het hem vragen. Yeah, you put me in the trash. Hey, Willem. Hoi, Maurits. Hoi, Mimoen. Mag ik even bij je binnenkomen? Ja, kom verder. Dank u wel. Nou, dank u wel dat we binnen mogen komen, Mr. Willem. Vertel, u heeft een probleem. Ik heb een probleem hier een beetje met buurtbewoners die allemaal vuil storten in die bak. In de vuilnisbak? In de vuilnisbak. En het is een klein bakje. Als die vol zit, gooien ze alles op de grond ernaast. Maar hoe vaak per week heeft u last van die bak, meneer? Nou, bijna elke dag. Zit die elke dag vol? Ja. Wat is ze proppen hem gewoon vol, omdat dat betaald moet worden nu voor die containers. Het moet betaald worden? Leg eens uit, wat bedoelt u? Nou, voor de grijze containerbakken moet je tegenwoordig voor betalen. Oh, weer zo'n briljant idee van de gemeente. Alle vuilcontainers hebben een chip. En elke keer dat je hem laat legen door de vuilniswagen betaal je ruim 10 euro. Gooi je het in de bak bij Willem, kost het niets. Wat vindt u het ergste aan het feit dat die vuilnisbak... Nou, het ergste vind ik, nu is het dan niet zo warm, maar normaal als het warm is en ze gooien daar pampers neer van kinderen, dat gaat stinken. Ik heb het zelf met de longen, dus ik heb heel veel de deuren los, de ramen los. En dan krijg je allemaal vliegen binnen. Heeft u wel eens iemand pampers in die vuilnisbak zien gooien? Dat heb ik inderdaad gezien. Bent u boos? Ja. Ik ben al een keer zo boos geweest dat ik hem zelf weg heb willen slijpen. Maar het slijpt al. Zullen we even naar de vuilnisbak lopen? Prima. Okidoki. Ja? Of to the vuilnisbak, moms. Lukt het met uw longen? Lukt dat? Kunt u gewoon lang buiten blijven lopen met uw jawel, longen? Jawel, dat kan wel. Wat heeft u precies? Ik heb longfibrose. En wat is dat? Mijn longen slippen langzaam dicht. Valt daar wat aan te doen? Ik hoop het. Ik sta nu op de lijst voor een donorlong. Dat longen ook vervangen konden worden. Ze kunnen zelf je hart vervangen. Mijn hart niet. Jawel. Want ik heb er geen. Oké.
Wauw, kijk, een rotte bananenschil, Maurits. Wauw, Mimo, een rotte bananenschil. Wauw. Die is echt rot. Sorry hoor, maar die moet ik even vastpakken. Dit ligt hier echt al een tijdje. Wij gaan eerst even op onderzoek uit. We moeten natuurlijk eerst eventjes een aantal mensen spreken. En dan komen we bij u terecht, ome Willem. Is dat een goed idee? Prima. Dit keer richt het grondige buurtonderzoek zich op illegale vuildumpers. Met kinderen. Want die poepluiers, die zijn het ergste. Hallo. Ja. Dag mevrouw. Daar op de hoek heeft u zo'n prullenbak staan. En daar gooien mensen heel vaak luiers in. Oh ja? Ja. Ja. Dat is lullig. En dan stinkt het. Ja. Ja. En aangezien ik zie dat u ook kinderen heeft... Ja. Gooide u vroeger uw pampers daar weg? Nee. Ja, ja. Eerlijk? Nee, echt niet. Waar gooide u ze dan? Gewoon in de bak. U heeft kinderen, meneer. De laatste keer dat je daar een pampers in had gegooid, had iemand jou gezien? Ik heb nog nooit een pampers in gegooid, ja. Was een strikvraag. Zou u die vuilnisbak missen? Ik niet. Voor mij mag die wel weg. Zeker? Ja. Mijn vuil gaat hier... Wij weten genoeg. Heeft u wel eens iemand luis in die vuilnisbak zien gooien? Jawel. En heeft u er wat van gezegd? Nee. Waarom niet? Omdat de prullenbak niet bij mij voor de deur staat. Heeft u die vuilnisbak wel eens geroken? Nee, ik ga er niet aan ruiken. Nee, niet dat je denkt van, hey, ik heb niks te doen. Ik ga even naar de vuilnisbak. Maar dat je gewoon toevallig langs loopt. Geen slimme vraag, maar ik liep er met een boog omheen, dus... Dan treffen de heren een van de mensen die volgens Willem wel eens een poepluier in de bak heeft gegooid. Nee. Hallo, ik ben Mimoen. Ik ben Maurits. En dit is Maurits. En dit is ome Willem. Hey, ome Willem. Dit is uw buurvrouw. Buurvrouw, het probleem is de afvalbak. Ja? Er mag geen vuil meer, ja. Liever niet. Mm-hmm. Gooit u daar wel eens vuil in? Jawel. Uw buurman heeft gezegd dat u wel eens een pamper erin heeft gegooid. Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat wel. Heb ik af en toe wel gedaan. Okay. Dus ik zeg niet van nee. Ik ben niet de enige die de pampers daarin gooit. Omdat heel veel buitenlandse mensen wonen, wordt er geen aandacht hier gegeven. Ze verwaarlozen deze buurt. Ja, dat is het. Omdat er veel buitenlanders wonen. De gemeente natuurlijk. Ja, wil gewoon gemeente niks doen. De gemeente, we kunnen ze gewoon aanhouden en vragen waarom ze het niet doen. Mag ik dat vragen, meneer? Vraag maar. Mag ik dat vragen, meneer? Hoe vaak per week wordt deze buur schoongemaakt? 2 keer is hier. Maandag en donderdag is hier. Elke maandag en donderdag wordt deze buurt schoongemaakt. Abi, bence bunlar boşver. Ya bunlar delinin teki ya boşver. Kaza baski çöp atıyorlar. Bir iki kere oraya çöp attım. Şimdi bana şey diyorlar batırıyorum diye. Hiç zamanla ayırma boşver. Ne? Ik ben... We zijn weg, maar we zijn weg. Nee, ga maar weg. Kunt u tot die tijd beloven dat u geen pampers erin meer ingooit totdat we hem weg hebben gehaald of wat dan ook? Pampers, jongen. Ja, dat vraagt hij. Dat is zijn probleem. Pampers. Nou. Straks de rest van dit boeiende gesprek. Maar eerst nemen we een kijkje bij Anita, die ook een probleem heeft. De mannen hebben zelf trouwens ook last van alles. Ik word kaal. Wat? Zie je die okoe? Ja. Het gaat steeds verder naar achter gaan. Hier. Ik kom met iets serieus, ik kom met haar trekken. Hey vriend, wat moet ik doen, man? Ja, hij is zielig, man, maal. Oh, zielig, man, maal. Wakkers. Mijn naam is Anita Hekkert. Ik heb een klein probleempje en dat gaat over sigarettenpeuken. En de buurvrouw gooit ze voor de deur. Ik heb gevraagd of dat anders kan. Dat ze wel bij mij in de asbak mag gooien, bij mij in het potje mag gooien. Maar ze vindt dat het haar eigen stoepje is en dat ze daarop kan doen wat ze zelf wil. Dus sigarettenpeuken in haar eigen richeltje, op haar eigen stoepje. Het zou me niks verbazen als dit is het meer veel achter? Meer achter zit, ja, inderdaad, dan alleen een sigaretje. Ik wil het weten. Ik wil weten wat er zit. Zullen we naartoe? Let go. De Zwolse wijk is een authentiek stukje Deventer. Bevolkt door authentieke Deventenaren die altijd in zijn voor een praatje. Wat zegt u? Peter de Vries. Ikke? Ja, natuurlijk, dat klopt. Wat is er aan de hand? Nou, we gaan even kijken of we een crimineel hier kunnen pakken. Nou, hier, die staat er eens. Echt waar? Ben je niet echt een slimmer? Nee, maar kan alles wat je zegt. Kan only God can't judge me. Judge me. Ja, dat denk je totdat je in een rechtszaak staat, gaat. Echt niet. Hey, rustig. Hoi. Yo. Hey, weet je op wat we nu lijken? Nu lijken we echt op junkies. Vroeger in Oost zag je al die junkies ook begonnen naar sigaretten. Ken je dat niet? Heen gehaaid. Nee, ik weet zeker dat degene die rookt hier woont. Oeh, kijk. Sherlock en Columbo in actie. Ze rijken zelfs tot en met hier. Die laatste toe. Zie je hoe netjes dit is? Dit is netjes, schoon,
Niks aan het handje. Dit is gewoon een geval van ik haal mijn shit schoon. Hou jouw shit ook schoon. Of als je je shit niet schoon wil houden, zorg niet dat jouw shit bij mijn shit komt. Ja, ja. Netjes aan. Hallo, Anita. Hallo. Hallo. Hoi, ik ben Mimoen. Hi, Anita. Hoi, ik ben Maurits. Anita. Mogen we even binnenkomen? En hey, maar waarom zijn we hier? We zitten soms met z'n allen lekker buiten. En ik vind het heel ergerlijk om sigarettenpeuken op straat te vinden. Vind ik bijna asociaal gedrag. Nou is het geval dat ik een potje voor mijn deur heb, waar als ik daar zit en ik rook, kan je de peuk daarin doen. Is het opgeruimd, gooi ik het daarna leeg. Heb ik een buurvrouw, dan gooit ze de peuk van zich af. En dat ligt dan allemaal voor haar deur. Heeft u uw potje wel eens aan haar aangeboden? Ja, ja, ja. En toen had ik nog een tafel te staan met een asbak. Ik zei, nou weet je, je mag mijn asbak gebruiken. Gooi het in mijn asbak. Zij is dus eigenlijk, ondanks meerdere gesprekken, niet van plan om haar gedrag aan te passen. Nee, ze vindt het geen probleem dat ze er liggen. Dus. Dus Anita vindt het wel een probleem en de buurvrouw niet. Helder. De buurvrouw is gewoon heel simpel. Zijn mijn peukjes, mijn regel. Ik zet mijn peukjes in mijn regel, dus is geen probleem. En ze zegt dat ze thuis niet rookt, hè? Voicemail, leuk. Ik heb een bericht wel. Ik heb denk ik iemand... Wat zegt het bericht? Oude berichten af. Oude berichten. Nou, laat maar horen, is geen probleem. Nee, Mimoen, dat is privé. Hoi, Maurits. Ja, Schot. U woont hier. Ja. Nee, daar. U woont daar. Heeft u ook last van het feit dat de sigaretten tot aan uw deur ook ja, reiken? Ja, als dat waar is, nou, ja, dan pak ik weer de bezem weer. Hè. Dan, ja, wat moet je dan? Ja? Ik ben niet iemand die dan tegen de buurvrouw zegt van... Ja, hey. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar ze luistert niet. Ja, ze luistert al niet. Dus, We gaan even bij de buurvrouw aanbellen. Goed zo. Yes? Doe dat maar even. Bedankt. Hoi. Hoi. Zij zit daar in de auto dus. Waar? Is dat er? Ja. Oh, dan lopen we even naar daartoe. Jullie hebben nu haast. Ja. Zijn jullie bereid om een keertje met de buurvrouw in gesprek te gaan? Sta je daarvoor open, schat? Dus mogen wij jouw nummer? Dan bellen wij jou zo meteen op en dan kunnen we even een afspraak met je maken. Nee. Oké, dus ze zei dat we er konden bellen. Dan gaan we er gewoon even bellen. Ik hoop dat ze met ons wil praten. Met Mimoen van het programma Maurits en Mimoen vragen om problemen. Hallo. Hey, mogen wij een gesprek met jou? Ik wil alleen niet met mijn gezicht op de camera. Het liefst zonder. Uh-huh. Oké. Kan ik ook gewoon met komen? Ja, als je dan buiten staat. Oké, is goed. Yes, dan zien we elkaar zo. Ja. Oké, okay, Milou, tot zo. Hoi. Yes, op naar de... Oh, we zijn er al. Hallo, ik ben Mimoen. Hi. Hoi, Maurits. Wij zijn hier omdat jouw buurvrouw ons heeft gestuurd. En ze heeft ons verteld dat jij heel vaak buiten rookt. En we kunnen inderdaad zien dat er... Er is bewijs. Er is bewijs. Ja, dat klopt. Ja, ze heeft één keer gezegd inderdaad dat ik mijn sigaretten eventueel wel bij haar in de asbak mocht doen. Maar dat doe je niet. Nee, waarom? Ik vind het niet nodig als ik het ook hier neer kan leggen. Het is gewoon zelf opruimen af en toe. Waarom? Waarom hecht je zoveel waarde aan je peukjes in je greppeltje gooien... terwijl je twee stappen kunt doen als je netjes in een potje kan gooien? Omdat ik heel vaak hier op de grond zit, met mijn rug hier tegenaan. Dan zit ik gewoon het nieuws te lezen op de tablet of... Ben jij bereid, desnoods onherkenbaar, om met de buurvrouw in gesprek te gaan? Ja hoor. Zeker? Kom, loop. Ja, ja. Ja. Wat fijn! Anoniempje wil praten met Anita over de peukies. En zullen Anna Corina en haar kattenkinderen de hulp van Maurits en Mimoen accepteren? Je ziet het zo. Welkom terug. In Deventer heeft rapper Michael last van de katten van zijn buurvrouw. Maar er blijkt meer aan de hand te zijn. Anna kan haar katten en zichzelf nauwelijks onderhouden. We moeten echt wat voor haar betekenen, Maurits. Ja, weet je wat ik heb? Toen we daar naartoe gingen, dacht ik gewoon van... Die vrouw heeft 10 katten. Let gewoon op je katten. Jouw katten moeten niet in iemand anders tuin schijten. Maar als je dan met zo'n vrouw praat, dan zie je van... Wow, ze heeft gewoon echt hulp nodig. Ja, ze heeft hulp nodig. Maar het minste wat we nu korte termijn resultaat kunnen boeken is schoonmaken. Yo. Gozi. Hey, we hebben het huis gezien. Ja. En dat moeten we opruimen. Ja, dat... Kun je een paar vrienden optrommelen? Zeker, zeker. Wij gaan naar het huis bellen. Is goed. Maar hé, bereid ze wel voor op... Bereid ze nergens op voor. Nergens. Michael hosselt natuurlijk gelijk zijn grapjes bij elkaar. Ah, man, dat vind ik echt dope, man. Big Wes. Hey, is goed. Alles goed, jongen. Heb jij schoonmaakspul? Ja, heb ik genoeg. Ja? Wil je ons helpen? Tuurlijk, altijd. Met liefst. Oh. Hé, hey, jongens, dat is raar, hè?
Hulptroepen genoeg, maar wil Anna Corina nog wel meewerken? Wacht even, volgens mij. Nina. Wat zie je er? Dit is al een hele verandering. Lekker opgefrist, wat ziet het er leuk uit? Dank je. Wij willen met toestemming direct beginnen met het schoonmaken van het huis. Wat vindt u daarvan? Oké. Nou, geweldig. Kijk, we willen best gaan schoonmaken. Maar als u al die 10 katten houdt en het wordt weer zo'n puinhoop, dan is het dweilen met de kraan open. Ja. Hoeveel katten zou u af willen staan? Ik zit zelf aan 5 te denken. Nou, dan gaan we eerst schoonmaken. En dan gaan we daarna kijken of we die katten kunnen verzamelen. Hoi, Marit. Ach, kijk nou die lieve jongens. Ja. Oh, en meisje. Ja. Beetje overweldigend, al die mensen in mijn huis nu. Ik ben in ieder geval niet meer boos. Ik ben blij dat we het nu aan gaan pakken. Ja. Oké, jongens. Genoeg ouwe hoer. Laten we beginnen. Je weet zeker dat je al deze kleren wil houden? Ja. Schat, bijvoorbeeld dit soort truitjes. Ja, dat mag wel weg. Maar ja, daar slaap ik in. Waarom? Omdat dat toch prima is om in te slapen. Waarom slaap je dan niet gewoon naakt? Maurits! Anna? Mm-hmm. Wie is die beeldschone dame die erop staat? Ja, dat ben ik, hè. Als ik hier naar kijk, dan denk ik bij mezelf, zij heeft heel veel plezier gehad in haar leven. Maar als ik nu naar je kijk, denk ik, waar is het plezier heen gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Weggevlogen, nooit meer teruggekomen. Die vrouw die wil ik terugzien. Afgesproken? Ik ben een lieverd. Tada! Kijk eens, schat. Huis is schoon. De keuken? Schoon. Tada! Kijk eens hoe schoon. En fris. Verschillen, hè? Schoon, lekker fris. Ruikt het. Dit is nou een eerste stap. Maar dit is natuurlijk nog niet af. Kijk, wij willen iets verder gaan. Ik wil eigenlijk weten, wat deed u voor werk voordat u hier eigenlijk in deze situatie terechtkwam? Activiteitenbegeleidster met ouderen. U heeft gewerkt voor ouderen. Mm-hmm. Maar Anna, daar komen we nog op terug. Ik denk dat het wel zo netjes is dat we even Michael en zijn vrienden gaan bedanken. Want ze hebben echt keihard gewerkt. Ja, okay? Zeker. Let's go. Gaan Let's go. Michael heeft jou geholpen met het schoonmaken. En nu is het jouw beurt om hem te helpen om een paar katten weg te doen. Zou Anna Corina het aankunnen om haar katten weg te doen? Dat zien we straks. Nu eerst terug naar Anita, wiens buurvrouw niet in beeld wil. Maar ze gooit wel haar peuken altijd op de stoep. En dat vindt Anita stom. De anonieme peukenwerpster gaat het gesprek aan met Anita. En haar dochter. En de vriendin van haar dochter. Heel tof dat je mee bent gekomen. Anita. Ik had gevraagd of ze de sigarettenpeuken op wou ruimen. En toen kreeg ik een niet zo heel leuk antwoord. Als van, ze liggen op mijn stoepje, dus ik laat ze lekker liggen. En dat was mijn probleem. Dat heb ik nooit gezegd. Jij bent bij mij gekomen van de sigarettenregie. Ik zei, prima, dan zorg ik ervoor dat ze tegenwoordig bij in mijn eigen riegeltje, ja. Ja. En daar ligt de rotzooi dan maar. Maar dat vindt u vies? Ik vind, ja, inderdaad, ik vind dat vies. Ze waaien weg en ze liggen op mijn stoep en ik mag het opruimen. Maar ze is wel heel erg aanvallend bezig. Ja, mag ik wat? Ik vraag het al maanden. Ze heeft het 1 keer tegen me gezegd. Ah, dit vind ik echt... Jij hebt mij gezegd van de sigaretten, gooi ze anders bij mij in de asbak. En ik daarvoor heb ik het gevraagd en daarvoor hebben we het erover gehad. Het is goed. Speelt er niet nog meer tussen jullie? Want ik begrijp niet dat je... Ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld de auto hier wel eens voor de deur neergezet. En daar komt ze tierend en scheldend en schreeuwend naar buiten. Want ik steek je banden lekker, wat denk je wel niet? Staat weer bij mij voor de deur. Het schelden en tieren... Wanneer is dat gebeurd? Toen ze een laptop op de slaapkamer neerzetten om ons te filmen en in de gaten te houden. Dat heb ik gedaan nadat jij hebt beloofd, zelfs echt beloofd, okay, om de banden leg te steken. Er komen mee. Oh. Nee. Kijk daarom, je haalt iets aan. Ik kan... Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, maar... gewoon rustig. Maar wacht even, Anita. Waarom heeft u dat dan gedaan? Wat wilde u daarmee bereiken?
dat ze die auto voor mijn voordeur vrijlaat. Voor de voordeur. Dat is een heel ander iets. Maar er is toch een parkeervak? Er is een parkeervak, maar je weet ook dat mijn moeder ziek is. En dat er elk moment van de dag iets kan gebeuren. En dan is het denk ik een beetje normaal. Hoe moet ik dat dan weten? Mijn moeder heeft kanker. Weet je dat niet? Nee. Nou. Sorry. Van de kanker wist ik niks af. Vanwege haar ziekte wil Anita graag de voordeur vrij houden, zodat ze snel weg kan als dat moet. Mimoen wil weten hoe makkelijk het parkeren is. 5, 6, om en nabij de 6 meter. Nou, geen auto is 6 meter. Maar haar deur is wel vrij altijd. Ik heb iets met als mijn voordeur geblokkeerd is. Want? En er is niemand die daar ooit een punt van maakt. Nooit. Kom maar. Behalve dan de mysterieuze buurvrouw. Dus zodra de voordeur geblokkeerd is, dan krijg jij een soort van paniekaanval. Helemaal benauwd. Ik vind wel inderdaad, ik kan de auto naar achteren zetten. Maar dan vind ik ook dat de volgende keer als ik de auto toevallig niet naar achter kan zetten, dat ze dan niet weer zo schreeuwend en scheldend en dreigend naar buiten moet komen. Stop. Ja, helemaal mee eens. Beloof je dat? Ja, beloof ik. Nu nog een oplossing voor het rookprobleem. Oh, spannend. Je moet een schort op. Een roze? Mimoen wil de rokende dames dichter bij elkaar brengen en zet ze aan de knutseltafel om een asbak voor elkaar te kleien. Ja, maak jij een Marokkaanse asbak en jij een Antilliaanse? Marokkaanse asbak is gewoon op straat tippen. Oké, even serieus. Toen we net het gesprek begonnen, dacht ik dat het alleen maar ging om sigarettenpeukjes. Naarmate het gesprek vorderde, zag ik dat er heel veel kleine dingetjes waren die opzij gaan stapelen en op een gegeven moment, ja, dan krijg je een uitbarsting. Hè? Als we willen dat dit gaat werken, zullen jullie meer rekening met elkaar moeten gaan houden. Ja hoor, vind ik prima. Ik zal eraan denken om de auto elke keer niet voor de voordeur neer te zetten. En als er wat is, ja, dan kan ze gewoon bij mij aan de voordeur komen. Wel klopt, want de bel doet het niet. Ik heb dit gemaakt. Dit symboliseert voor mij jullie toekomstige vriendschap. Liefde, communiceren en alles. En als jullie dat voor elkaar krijgen, dan kunnen jullie alle toekomstige burenruzies oplossen. We moesten nog even wat weghalen. Ja. Zal ik het alleen doen of wil je me helpen? Ik help. I'm gonna give you my heart. Nou, hartstikke goed, toch? Hartstikke goed. Dat zeg ik. Zo kan het ook. Ja. Maar we hebben nog een oplossing. Bam! Weet je wat dit is? Een theeglasbak. Babam! Lief zijn wij, hè? Hartstikke lief. Oké, luister. Zo werkt die. Stop dit er zo in. Dan haal je hem eruit. Leeg je hem zo. Boomsie. Net voor het zand. Kijk, hem doen. Kijk, we hebben het parkeerprobleem. Daar gaat zij rekening mee houden. Ja, hebben we op beeld. We hebben wat gedaan aan het sigarettenprobleem. Maar ik denk dat het ook voor jullie veel beter is als jullie proberen terug te gaan naar die jullie gezellig met elkaar een sigaretje doen. Dames, wij laten jullie hierbij achter. Dank je wel. We hopen dat we hiermee jullie probleem hebben opgelost, Anita. Ja. Ja. Hartstikke goed gedaan. De dames zitten weer samen buiten te paffen. En hoe is het met Willem? De vuilnisbak die Paul voor zijn huis staat, wordt dagelijks gevuld met huisvuil, waaronder poepluiers. Als Maurits en Mimoen een van de luierdumpers aanspreken, lopen de gemoederen hoog op. We zijn weg. Ja, maar weg. Kunt u tot die tijd beloven dat u geen pampers erin meer ingooit, totdat we hem weg hebben gehaald of wat dan ook? Maar ruzie is niet de bedoeling. Als de buurvrouw heeft uitgelegd dat zij niet de enige vuildumper is die de vuilnisbak van Willem wel eens vol heeft gepropt, komt er toch een normaal gesprek op gang. Snap je dat als daar in de zomer pampers in zitten, dat het gaat broeien, dat het gaat stinken. En die meneer heeft hij ook alweer? Longfibrose. Longfibrose. Zijn longen slippen dicht, dus hij ademt heel erg moeilijk. Daarom is de deur heel vaak open. Ja, maar sorry, maar jullie spreken zo aan dat ik de enige ben. Nee. Maar ga niet alleen om jou, hoor. Ik zeg niet ga voor iedereen, hè. Ik zeg niet dat ik het niet heb gedaan, maar ik zeg wel dat ik het een paar keer wel gedaan heb. En mevrouw, dat begrijp ik. Wat denkt u dat een oplossing is? Weghalen. Dat het een oplossing is, gewoon weghalen. Verwijderen. Wij gaan een oplossing vinden voor die vuilnisbak. En dan belooft u dat u er geen pampers meer in heeft. Ja, dan is het goed.
dankjewel. Ja. U moet het eigenlijk niet aan ons beloven, maar aan ome Willem, ja, hè, natuurlijk. Mijn buurvrouw. Dus, ja. Ben jij tevreden? Ben jij tevreden? Ja, 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 ja. Heb jij nog wat te zeggen tegen de buurvrouw? Nee, nee, nee. Gelukkig, de lucht is geklaard. Maar eigenlijk moet de vuilnisbak gewoon weg. Laat me raden, je wil naar de gemeente. Ik ga niet naar de gemeente. Oh, godzijdank. Ik heb een veel betere oplossing. Als iedereen tegen mij zegt dat niemand de prullenbak zal missen, heb ik de beste oplossing. Oh jee. Ik weet, het maakt niet uit waar jij nu aan denkt, het is strafbaar. 100.000%. Ja. Geen commentaar. Dat bedoel ik. Oké, maar wacht even. Je gaat mij medeplichtig maken. Nee. Ome Willem, laat me zien wat de slijptol is. Okay. Ome Willem, je bent medeplichtige. Ik ga geen vuilnisbak jatten. Begin jij? Ga van onderen! Mimoen! Ik neem hier afstand van. Mimoen, jij nep mokro! Doen! Door! You can! Yes, you can! Yes, you can! Doorgaan, ome Willem. Als grote mensen bezig zijn, moeten kleine kinderen even hun mond houden. Dan moet je je shit zelf doen. En niet Willem strafbaar maken. Je moet hem eerst draaien en dan erin steken. De enige reden waarom ik dit doe, is omdat jij niet met dat fucking ding overweg kan. En ik niet. En ik vind het heel zielig dat je hem medeplichtig hebt gemaakt. Jij ouwe. Oh. Kijk, hè? Ben je blij? Hij gaat nu weg, ik ben blij. Oké, hier. Slijp het laatste stukje. Stukje door, de eer aan jou. Doe het! Nee, doe het, ome niet Willem. De hele tijd die man doe het, ome Willem. Ja, doe, doe het, ome Willem. Niet doen, Willem. Doe het, ome Willem. Doe het. Snij al je frustraties en problemen eraf. Juist. Alsof dit gewoon echt... Now we got the problem solved. Mijn probleem is nu zo opgelost. Dat is wat ik zocht. Onze problemen beginnen vaak. Ja, kom op, Willem. Leg hem neer. Dankjewel. Nee, jij bedankt. Jullie hebben een vuilnisbak gejat. Jij gaat hem nu meenemen. Ik ga hem nu meenemen. Oké. Beloof ik. Oh, wat een heldendaad. En zo simpel. Dag mevrouw. Dat is goed. Tevreden, ome Willem? Oké. Bedankt voor jullie hulp. Kijk, daar komen ze langs van Combo. Kom, Marits. Weg, weg, weg. Rij, rij, wegwezen. Rij. Kom, weg, Marits. Kom. Rijen. Kom nou. Je ziet bang. Nu is hij bang. Kom, we gaan weg. Oh. Wil je cement terug? Spreek ik jou later over. En zo is in Deventer weer een smerig zaakje opgelost. Dat moet ook nog gebeuren met het probleem van Anna Corina. Zou het haar echt lukken om een aantal katten weg te doen? Je ziet het zo. Welkom terug. Rapper Michael heeft overlast van de katten van zijn buurvrouw Anna Corina. Ze heeft er maar liefst 10. Maar eigenlijk kan ze zichzelf en de katten niet goed onderhouden. Bent u wel klaar om hulp te ontvangen, mevrouw? Ja. Zeker. Michael en zijn vrienden hebben haar hele huis schoongemaakt. Maar ook Anna Corina zal een bijdrage moeten leveren aan de oplossing. Michael heeft jou geholpen met het schoonmaken. En nu is het jouw beurt om hem te helpen om een paar katten weg te doen. Mm-hmm. Vandaag is de dag dat het moet gebeuren. Anna Corina heeft toegezegd dat ze 5 katten het huis uit doet. Het is nog steeds schoon. Het ziet er nog steeds netjes uit. Hi. Hallo, Anna. Hi. Mogen we binnenkomen? Oh. Hi, liefie. Ik ben zo zenuwachtig. Zo. Ja. En zo moe. Ik heb maar 2 nachten maar 4 uur geslapen. Ik ben zo moe. Zo van zeik. Waarom? Omdat de katten weggaan. En heb je er al een beetje bij neer kunnen leggen dat je een paar van je katten weg had moeten doen? Dat het nu echt, echt, echt gaat gebeuren? Het is dubbel. Aan de ene kant is het goed voor de katten zelf. En aan de andere kant is het ja, dat ze echt dan weggaan. Dat is dan wel even moeilijk. Moeilijk, maar noodzakelijk. Ze kan eigenlijk niet meer terug. Hoe gaat het in zijn werk? Want wij gaan dus die katten nu met heel veel moeite meenemen, denk ik. En dan? Dan gaan ze naar de dierenarts en daarna gaat ze naar het kattendorp in Harfst. Jij weet welke katten mee mogen, dus ik denk dat je de dames moet instrueren van wie wel en wie niet. Kijk, die katten worden helemaal lijp gehad. Denk dat? Mijn kat wel.
Deze? Het blijkt lastiger dan gedacht. Dit is zelfs voor onze bad boys te gevaarlijk. Kijk, als het zo'n beestje hier is, is het klaar. Oh ja, tuurlijk. Wat zijn dat? Netjes en een tangetje? Je zag hoe die mevrouw... Ik heb ze gezien, ja, dat is verschrikkelijk, echt. Ze zijn echt heel wild. Nou, succes. Ga maar eens achter je. Als het uiteindelijk lukt om alle katten te verzamelen, is het voor Anna Corina tijd om afscheid te nemen. Stil maar. Je gaat naar het kattendorp. Daar zijn vriendjes en vriendinnetjes. Komt goed. Hoe voelt het? Ja, niet goed. Ik vind je zo, echt zo stoer, want ik weet dat je ze liever niet afstaat. Om het leven van Anna Corina weer op de rit te krijgen, heeft Maurits een speciale gast uitgenodigd. Anna, hallo. Dit is Jenny. We gaan met Jenny Ozega. En Jenny, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben vrijwilligerscoördinator bij Zorggroep Solus. Ach, ken je dat? Hoor je? Kijk die glimlach. Kom er maar bij zitten, ik sta wel even op. Anna, de reden waarom Jenny hier is, is omdat Jenny jou een kans gaat geven. Je hebt ons verteld dat je vroeger met ouderen hebt gewerkt en dat je dat heel graag weer wilt doen. Maar omdat je ook een probleem hebt met tijdsbesef, vind ik het niet zo slim om gelijk weer aan het werk te gaan. En zo kan je langzaam weer wennen aan vrijwilligerswerk. Super. Wil je het doen? Ja, vind je het leuk? Ja. Wat vind je zo leuk aan ouderenverzorg? Klinkt een beetje raar, maar ik ben gek met hun en hun zijn gek met mij. Ja. Jenny bespreekt de mogelijkheden met Anna Corina. Maurits en Mimoen helpen ondertussen met de voorzorgsmaatregelen tegen de overgebleven katten. En je zou het niet zeggen, maar dit zijn dus katvriendelijke prikkers. Maar Michael is straks af van zijn probleem. Yes. Dus ook eigenlijk ook af van je bijnaam. Yeah. En Poesie kan ik niet meer gebruiken. Broertje, succes hè. Thanks man. Man up. De chihuahuas zijn weer veilig. En Mimoen heeft nog een kersje op de taart. Weet je nog dat we de vorige keer daar een gesprek hadden over die hele mooie foto? Oh ja. Weet je wat ik stiekem heb gedaan? Die lijst heb ik vervangen voor deze lijst. Oh. We hebben de eerste stap gezet in de goede richting. Ja. Ik hoop dat je het volhoudt. Dank je wel, meid. Geniet van die mooie momenten. Dank jullie ook. Altijd. Waarom 2-1? 1-2, het maakt mij niet uit. Ik ga altijd, als ik met een lekker gevoel wegga, ben ik gewoon overenthousiast. Dus geef maar vol gas. Tot ziens, heren. En tot volgende week.